Volgend jaar ga ik een nijlkrokodil ontleden. Dat ga ik in Londen doen. John Hutchinson, dat is een professor biomechanics aan de Universiteit van Londen, die heeft mij die nijlkrokodillen aangeboden. Zoals jullie begrijpen kan ik die niet zomaar in een vliegtuig meenemen, dus ik moet naar Londen toe. Nijlkrokodillen zijn eng, groot en het ontleden is niet het meest lekkere karweitje, maar het gaat wel iets heel erg moois opleveren. Want wat ga ik doen? Ik ga hem uit elkaar halen, maar ik ga hem ook weer in elkaar zetten. En dat doe ik digitaal. Ik ga dat op een dusdanige manier doen dat wat daaruit komt van hoge kwaliteit is en gebruikt kan worden in lessen bij universiteiten, in onderzoeksinstituten, maar ook gewoon als een poster aan de muur. Gewoon heel mooi. Hoe zit nou een krokodil in elkaar? En daar zal ik een jaar mee bezig zijn. Het ontleden zelf zal waarschijnlijk een paar maanden in beslag nemen en het uiteindelijk in elkaar zetten, digitaal, ook weer een paar maanden. En daarna moet ik zorgen dat er hele mooie producten uitkomen. Die producten kunnen jullie hiernaast als reward krijgen. Je moet maar eens even kijken. En ik ga er een jaar mee aan de slag. Ik vind het fantastisch en ik ben heel benieuwd hoe jullie het vinden.